Dit was by far de allerlijpste uitdaging in mijn leven. Ja, hij wil 2 frietsausjes erbij. Koud, ik heb rillingen. Heel eerlijk, hij heeft er zelf om gevraagd. 100%. Yes, tof dat je kijkt naar een nieuwe video van de Gierige Gasten. Zoals jullie weten zijn wij heel gierig, maar we zijn de laatste tijd ook best wel nieuwsgierig naar bepaalde dingen. Dus we dachten, laten we dat een beetje gaan afwisselen, laten we af en toe ook dingen gaan ontdekken. Dat gaan we natuurlijk allemaal doen aankomende tijd onder het kopje nieuwsgierig. En volgens mij heb jij iets wat je heel graag wil onderzoeken. Ik ben gewoon heel erg benieuwd hoe het is om 7 dagen niet te eten. Dat is eigenlijk best gierig ook. Ja. Geld besparen. Oké, dames en heren, dit was by far de allerlijpste uitdaging in mijn leven. Goed om te weten, ik woog aan het begin van dit avontuur 91,2 kilo. Hoeveel ik nu weeg, dat verklap ik nog even niet. Maar goed, misschien was het wel even tijd om 7 dagen niet te eten. Maar dat was niet mijn hoofddoel. Mijn hoofddoel was eigenlijk omdat ik in ieder geval voor 1 keer in mijn leven wil ervaren hoe het is om pure honger te hebben. Gewoon voor het besef dat we het hier in Nederland best wel goed hebben. In ieder geval ik en mijn gezin. Dat wilde ik ervaren en het begon allemaal eigenlijk bij Martijn en Joost, die me een soort van laatste avondmaal aanboden. Oh, dat ik dit morgen gewoon nog steeds kan eten. Oh, daar ga ik ook wel lekker op. Dit gaat serieus jullie rol worden. Jullie gaan mij fucking treiteren. Ik heb wel een beetje support nodig. Nee, bestel nou, ik ga 100.000 euro. Ik eet wel gewoon. Ja. Ik mag dit morgen nog steeds eten. Ja, maar dat hoef je zeg maar niet 3 keer in 1 minuut te zeggen. Ik heb het 1 keer gezegd, maar waarschijnlijk kom je zo hard binnen dat het al 3 keer komt. Denken jullie dat het me gaat lukken? Ja, heel eerlijk, ik denk oprecht dat jij heel stiekem af en toe gewoon even een beetje gaat cheaten. Nee, dat is het mooie. Mijn waardes worden morgen gecheckt. Mijn gewicht, hoeveel vetpercentage ik heb. En na een week wordt dat weer gemeten. Dus ja, als ik heb gegeten, dan zou je dat moeten kunnen zien bij de tweede meting. Ik denk wel dat je het kan. Neem wel als je die wilskracht hebt. Ja, het is dag 1 van het vasten. Het is op dit moment 12:30 'smiddags. Ik heb nog niet gegeten en ik moet heel eerlijk bekennen, dat valt me al best wel zwaar. Ik heb hier in ieder geval een afspraak met Stacy Seedorf. Hij is lifestyle coach en expert op het gebied van sportfasten. En hij gaat me deze week begeleiden in hoe ik dit toch nog op een gezonde manier kan doen. Sportfasten is eigenlijk een combinatie tussen sporten en vasten. He, met vasten eet je niet. Met sportvasten combineren we dat ook nog eens een keertje met dagelijks sporten. En het effect daarvan is eigenlijk dat je daardoor de opgeslagen suikers, ja, die verbrand je. Je forceert eigenlijk je lichaam om daarnaar op zoek te gaan om dat te gaan verbranden. Maar even voor de duidelijkheid, 7 dagen niet eten, voor mij klinkt dat gewoon ongezond. Ja. Is dat het ook? Nou nee, eigenlijk zijn wij helemaal niet gebouwd om te leven zoals wij nu doen. Wij hebben onszelf wijsgemaakt dat we altijd moeten eten en ook dat wij vooral moeten luisteren naar waar ons lichaam om vraagt, terwijl we ontzettend misleid worden, onder andere door die suikerverslaving. En je zal merken dat op het moment dat je gaat vasten, dat je lichaam moet wennen, want het is een reset, die keiharde reset die je geeft. Maar hoeveel je afvalt is ook erg afhankelijk van je lifestyle. He, wat is je state of body op het moment dat je gaat beginnen? Dus ik ben benieuwd, wat is eigenlijk jouw state of body? Ik denk dat we moeten gaan meten. Oké, Niels, ben je er klaar voor? Moet maar, hè? Het moet zeker. Laten we beginnen bij je BMI. Die is wel wat te hoog. Nou weet ik van jou dat je net vader bent geworden, sport niet superveel op dit moment. He, dus dan geeft het wel een redelijk goed beeld hoe gezond jouw gewicht is. Nou, die willen we het liefst onder de 25 hebben, dit getal. Boven de 25 zit je op overgewicht. En ja, Niels, sorry, maar je gaat naar de categorie overgewicht. Jouw BMI is op 28,5. En hij kleurt ook oranje, dus dat betekent daar moet wel wat aan gedaan worden. Ja. Maar er gaat nu waarschijnlijk uitkomen dat ik enorm veel spiermassa heb. Dat daardoor die BMI zo hoog is, toch? Ja, toch? En je spiermassa is 66,6 kilo, dus dat is best hoog. Ik ben best wel gewoon een sterke boy. Interessant is na 7 dagen niet eten. Ja, wat er met jouw spiermassa gaat gebeuren. Of je dan nog steeds een sterke boy bent. Ja. Ik denk dat er wel wat werk aan de winkel is, ook na het vasten. Voordat ik ga, krijg ik van Stacy nog supplementen mee en een zogeheten metabolic switch met aminozuren. Die me zullen helpen in het vetverbrandingsproces. 'S Avonds kom ik er alleen achter dat in slaap komen met een lege maag verdomd lastig is. Ik heb een helse nacht gehad.
het moment dat ik ging liggen in bed, toen werd ik helemaal gek. Begon ik alleen maar te malen. Oh, ik moet eten, ik moet eten, ik moet eten. Ik voel die leegte in mijn maag. Toen merkte ik dat er echt gedachten in kwamen die mij stuurden naar de keuken. Maar ik heb het niet gedaan. Uiteindelijk ben ik die urge om te eten, ben ik gewoon gaan omarmen. Ik ga labelen in mijn hoofd als een fijn gevoel. En toen viel ik in slaap. Ik vind het een enorme uitdaging, een challenge. 7 dagen keihard vasten. Kijk, ik ben sportvastencoach en ik vind dat al een challenge om te gaan sportvasten. Maar 7 dagen keihard vasten vind ik een nog grotere challenge zoals ik je dat verteld heb. Eerlijk gezegd weet ik niet of ik iemand zou adviseren om dat ook te doen. Omdat je gewoon te veel tekorten oploopt in die tijd. En dat je ook gaat interen op je spieren. En dat is iets wat ik zelf niet zou adviseren. Maar goed. Nou, en zo start ik dus mijn dag. Een aantal supplementen. En hier zit dus de metabolic switch in. Daar ga ik echt even van genieten. Die ga ik niet atten, jongens. Sorry. Wat krijg ik dan wel binnen? Water. En vooral kokend water. Ik ben thee aan het drinken. En ik kauw heel veel kauwgom. Ik heb van die biologische suikervrije kauwgom gekocht. Op een of andere manier geeft dit mij het gevoel alsof ik aan het eten ben. En het stilt de honger. Ik heb vanavond wel iets leuks. Ik ga voetbal kijken. En dat ga ik met vrienden kijken. Die zijn zulke tere meisjes, jongen. Nee, dank je. Niels, ik heb ook nog een paar Big Americans. Heb je even een elkoor voor? Van je vrienden moet je het hebben. Zo, dag 3. Nou, jullie zien hoe verrot ik ben waarschijnlijk. Ik heb uiteindelijk de verleiding weten te weerstaan met alle chips en kaasjes op tafel. Maar vannacht om 4 uur moest ik eruit om de kleine even een flesje te geven. En gewoon van de honger niet meer in slaap kunnen vallen. We hebben vandaag een paar meetings staan. Het is een drukke dag. En op zo'n dag zit er meestal ook nog wel even een mekkie in tussendoor. Meestal? Altijd. En vaak is Niels dan degene die zo graag naar de McDonald's wil. Dus... Oké, Niels, we gaan wel weer naar de McDonald's. Op zich hoeft het niet. Nee, maar moeten wij dan nu ook een week niet gaan eten? Hoe zag je gewoon niet je? In mijn gezichtsveld, Martijn. Dat is toch Niels niet zit heel moeilijk. In dezelfde auto. Hoe zag je het voor je? Je kan ook gewoon even wachten tot ik bij de afspraak ben. En dan vervolgens rijden jullie even naar de McDrive. Doe ik die afspraak zelf wel. Is heel omslachtig. Nee, dat is niet omslachtig. Het is tering omslachtig om nu te laat te komen. Omdat we zijn helemaal niet te laat, grap. We zijn al niet te vroeg. Wat wil jij nou? Weet je wat ik denk? Dat jullie waardeloze vrienden zijn. En ik heb het jaren al gedacht en nu komt het tot uiting. Weet je wat ik denk? Nou. Ik denk dat je gelijk hebt. Zou ik een kip 9 mogen, alstublieft? Ja, hij wil 2 frietsausjes erbij. En een barbecue sausje. Nee, voor mij een quarter pounder. Alleen burger? Nee, maak er maar een menu van, alsjeblieft. Is dit je favoriet? En 1 water extra, alsjeblieft. Maar is dit oprecht, is dit nu lastig? Ja. Als jij iemand anders een burger ziet vreten, je hebt zelf 3 dagen niet gegeten, hoe denk je dat het voelt? Ja. Ja, ik omschrijf het dus. Hoe voelt dat? Ja, maar jij hebt het al, als je 3 minuten niet hebt gegeten, dat je al jaloers bent op iemands burger. Dan heb ik die derde flauwval. Ja. Je kan het ook anders zien, hè? Je kan het ook zien, zeg maar, dat je weet waar je het voor doet. Wij eten dit dat voor je dit je. Als beloning soort van voor je houdt. Van dat je je kracht uithaalt. Van, oh, die jongens zijn zo lekker aan het eten. Nog maar 5 dagen, dan kan ik dit ook. Nog maar vijf dagen, hoor je weet je wel. Ik ben zo dichtbij. Hoor je wat je zegt? Ja, ik hoor wat ik zeg nu. Nee, kijk, ik snap heel goed hoe moeilijk dit is voor Niels. Maar weet je... Heel eerlijk, hij heeft er zelf om gevraagd. 100%. Dus dan voel ik me nu een klein beetje zo'n bully die het dan extra moeilijk maakt. Of dat ik daar grapjes over zit te maken. Moet ik me daar schuldig over voelen. Hij zou hetzelfde doen. En misschien mogen onze volgers hem ook wel iets meer support geven. Dag lieve volgers. Misschien heb je het allemaal meegekregen. Maar Niels die is op dit moment, waar is hij? 7 dagen niet aan het eten. Nou, als je zijn gezicht uitdrukt zou kunnen zien. Dat spreekt boekdelen. Maar ja, we zijn er natuurlijk hier om hem te helpen en jullie ook. Dus stuur even een lekkere maaltijd waarvan hij denkt van oeh, over 5 dagen kan ik dat eten. Ik denk dat enorm gaat helpen. Stuur hem gewoon even wat leuks. Bijvoorbeeld een foto van Kip Nuggets.
Ja, ik ben naar huis gegaan. Ik voelde me echt niet goed. Ik ben net even 2 uurtjes gaan tukken. Ja, alsof ik half aan het einde was. Koud, ik heb rillingen, dus ik voel gewoon dat het nu echt zijn tol begint te eisen op mijn lichaam. Inmiddels ben ik thuis. Helemaal kloten, jongen. Niet normaal ziek hoe mijn kop smaller is geworden door de week heen. Ik wil gewoon winnen, klaar. Ik wil gewoon tegen mezelf kunnen zeggen, ik heb de 7 dagen volgemaakt. Klaar. Hey Niels, goedemorgen grote vriend. Hier een berichtje van je coach Stacey Seedorf of State of My Network. Hey, het zit erop, hè, laatst, hè, zo goed als eigenlijk, je vaste avontuur. En je hebt het gehaald. Ik vind het een verschrikkelijke gave prestatie. Je hebt nu in ieder geval geleerd dat je lichaam veel meer en beter zonder eten kan dan je soms zou denken. Dus een verleiding kan je makkelijker weerstaan dan je dacht. Dat heb je nu aan jezelf bewezen. Maar nu stoppen met vasten. Ja, jongens. Ik heb wonder boven wonder gewoon de 7 dagen volgemaakt. Ik heb niet gegeten. Altijd in de ochtend gaat het wel redelijk, dus ik ben nu ook oké. Het enige wat we nog even moeten doen is de eindwaardes opmeten. Dus dat ga ik weer bij Denise en Danielle doen. Ik ben heel erg benieuwd wat het nou daadwerkelijk heeft gedaan met mijn lichaam. Wat is er met mijn vet gebeurd? Wat is er met mijn spiermassa gebeurd? Dus op die vragen gaan we nu antwoord krijgen en daarna ga ik heel gauw naar huis om te vreten. Oké, we gaan hem bespreken. Ik had sowieso, we hadden al gezegd, heel trots op je zijn. Hè? Het is echt een prestatie. 5,5 kilo afgevallen. Dat is echt best wel veel in 7 dagen. Ik wil gelijk zien dat je het wel echt hebt gedaan. Hè? En die 5,5 kilo, dat is 3,9 kilo vet. Dat is wel echt heel fijn. Maar je bent ook wat afgevallen in spiermassa, 1,5 kilo. En als iemand 5,5 kilo afvalt, zul je ook altijd wel wat spieren verliezen hoor. Je kan dat niet tegengaan. Nee. Maar die aminozuren die je tot je hebt genomen, hè, die supplementen, die zorgen er wel voor dat je het proces vertraagt. Top. Maar goed, het is een hele prestatie. Ik doe het je niet na. Maar ik ben heel blij dat je het achter de rug hebt. En ik wens je in ieder geval zo een heerlijke maaltijd toe. Oké, mensen, het zit erop. Het is ongelooflijk zwaar geweest de afgelopen week. Fysiek, maar ook vooral mentaal. Continu de verleiding weer staan om te eten. Je hebt zoveel mensen en prikkels om je heen die jou doen overtuigen om ook wat te gaan eten. En om dat te weerstaan, dan moet je echt van goede huizen komen. Dus ja, ik moet zeggen, ik ben wel echt diep door het stof gegaan. Kan ik het echt aanraden? Als jij nu denkt, hey, dat is even een snelle manier van afvallen, dan zou ik dat niet op deze manier aanraden. Maar wil jij je mentaal challengen? Dat kan zeker. Maar dan zou ik het wel echt onder begeleiding doen. Doe dat samen met een expert. Ga dat niet op eigen houtje doen, want ik heb wel echt supplementen en elke dag even een check-up gehad. Dus dat is wel belangrijk om te doen. En het kan wel inderdaad echt een kickstarter zijn voor een gezonder leven. Maar dat is niet alleen te bereiken in een week lang niet eten. Goed om te weten. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken. Laat even weten in de comments of jullie dit eventueel ook zouden kunnen. En als jullie iets anders hebben waar jullie nieuwsgierig naar zijn, laat het ook even in de comments weten. Want dan gaan wij het gewoon onderzoeken en testen voor jou. Oké, abonneer en like even de aflevering. Later! Eten. Oh. Dit is lekker, hè? Holy shit. Dit is top, hoor. Oh, die aardbei. Ziek lekker.